Minister-president Mark Rutte was in Arnhem om kiezers te trekken voor de VVD. RTV-verslaggever Angelique van den Berg sprak met VVD-fractieleider Leenert Combé en Mark Rutte. Meneer Rutte, u bent hier in Arnhem. Wat vindt u van onze stad? Ja, ik ken Arnhem goed. Familie heeft hier heel lang gewoond. En nou, ik kom hier vaak natuurlijk omdat het een belangrijke stad is in Nederland. En een hoofdstad is hier in de provincie. En het is heel erg leuk om gewoon heel veel reacties te horen. We hebben natuurlijk ons plan... Ons verkiezingsprogramma naar buiten gebracht. Ik heb mijn plan voor Nederland naar buiten gebracht. En dan krijg je gewoon heel veel reacties. Positief, negatief, ideeën. Wat is wat u opvalt hier bij ons in de stad? De vragen die ze hebben aan u? Nou, ik had net een heel leuk gesprek met twee ondernemers die een hele grote sportzaakje hebben, al 100 jaar. En dat die ook concurrentie krijgen van winkels die zich heel snel vestigen en misschien ook weer weggaan. Maar zeggen, het mooie van Arnhem is dat we vaste klanten hebben. Die wij spreken ook al generatie op generatie kopen en die blijven trouw. Dus ik denk dat dat ook iets is van Arnhem, dat herken ik ook wel, dat mensen uiteindelijk ook wel het vertrouwde en waar ze al lang kopen, waar ze al lang een band mee hebben, dat ze dat belangrijk vinden. En dat is natuurlijk voor ondernemers heel belangrijk. Twee jaar geleden heb ik u gezegd dat er veel onvrede is onder de armoedebestrijding hier. Daar zou u wat aan gaan doen. Wat gaat u daar komen als u weer in de politiek komt en u komt hoog? Wat gaat u daaraan doen? Waar ik heel erg voor ben, en dat hebben we ook de afgelopen jaren wel gedaan, maar zullen we meer moeten doen, is maatwerk. Het hele probleem met armoedebestrijding is dat je hele grote algemene regelingen hebt. Ik ben zelf 2 jaar staatssecretaris Sociale Zaken geweest. Was toen, ja, het armoedebeleid mocht ik toen vormgeven, dat was 12 jaar geleden. Ik heb toen ook geleerd, je hebt hele goede sociale diensten, er werken hele goede mensen. Maar die moeten allemaal gestandaardiseerde, vaste, ingewikkelde regelingen uitvoeren. Terwijl, als jij of ik daar zouden komen, bij de sociale dienst, met een probleem. En je geeft ruimte aan die sociale dienst om ook maatwerk toe te passen. Dan kun je zo'n gezin echt helpen. En dan kun je er ook voor zorgen dat als er ook nog jeugdzorg bij komt. Of GGZ of andere instanties, dat je die met elkaar verbindt. En daar zit een enorme meerwaarde, want het geld is er. De vraag is alleen, hoe bereik je de mensen die het nodig hebben? Het is zo zonde, ook in onze stad komen er steeds meer daklozen. En dat is wel echt een probleem. Ja. In grote steden en hier ook. Gaat de VVD daar ook iets aan doen? Ja, dat is natuurlijk een project wat onder Gerrit Zalm al begonnen is. Toen hij nog minister van Financiën was. Toen hebben we landelijk heel erg geïnvesteerd in de opvang en de aanpak van dakloze problematiek. Dus daar gaan we ook mee door. Maar ook daar geldt weer hetzelfde. Als je een gemeente in een soort bureaucratisch keurslijf duwt van dit en dit moet je doen met rijksgeld. En geen ruimte biedt om zelf beleid te maken. En hier in Arnhem zitten gewoon uitstekende bestuurders van de VVD, maar ook van andere partijen. Die natuurlijk prima in staat zijn om daar vorm aan te geven. En gaan die nou niet lastigvallen met het moet dit zijn. Terwijl misschien voor die meneer of die mevrouw een andere aanpak beter is. Meneer, wat is het voor u van betekenis dat onze minister-president hier in Arnhem is? Ja, het is natuurlijk voor de VVD landelijk, maar ook in lokaal Arnhem. Is het natuurlijk prachtig als Mark Rutte zeg maar, Arnhem bezoekt. Want je ziet, er komt heel veel mensen op af. En hij praat met iedereen, hij gaat met iedereen op de foto. Dus ja, dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Mensen zeggen van hij is optimistisch en positief. Maar als je hem dan 2 meter verderop het allemaal ziet doen, dan is dat erg leuk. Ja. Het is een charismatische man, dat merk je hier ook. Hè? Alle mensen willen naar hem toe. En hoe is het voor u als u met hem bent? Tilt u een beetje op wat u moet doen in uw werk hier in Arnhem? Ja, het motiveert natuurlijk wel als je zeg maar, als je lijsttrekker op die manier in elkaar zit en zo makkelijk met iedereen, we zijn natuurlijk een volkspartij, dus met iedereen op straat een praatje kan maken. Ja, dat proberen wij natuurlijk als Arnhem, als Arnhemse leden van de VVD ook te doen. Wij gaan ook deur aan deur en we praten ook met mensen in de stad, maar het is gewoon heel erg leuk om te zien dat van je partijleider landelijk tot lokaal zo in die partij zit. Ja. Het is helemaal doorgevoerd ook, gewoon van lokaal weer naar boven. Ja. Ja, en hij kan dat natuurlijk als geen ander. Het is gewoon ontzettend leuk om te zien hoe hij dat en goed om te zien hoe hij dat hier ook in Arnhem weer doet. Ja. Als gemeente, hoe denkt u dat wij ons onderscheiden met andere gemeentes? Hoe wij omgaan met onze bewoners? Ik kan alleen maar, zeg maar spreken voor de Arnhemse raadsleden. En wat wij doen is, wij willen dus voorkomen dat je 1 keer in de 4 jaar bij de Arnhemmers zeg maar, voor de deur staat. Dus wat wij doen is, iedere maand hebben wij een dag en dan gaan wij een wijk in. En dan gaan we of deur en deur aanbellen en vragen hoe mensen het in Arnhem vinden. Of we gaan helpen om afval in te zamelen op een dag in een bepaalde wijk. Dus zo proberen wij ook gewoon altijd contact te hebben met de mensen waar wij ook de informatie van moeten hebben. En dat zijn de Arnhemmers.